Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden of luisteraars thuis of elders, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee P.A. Kok uit Opperdoes. De schriftlezing is Jesaja 45 en het thema van de prediking is een indringende uitnodiging. Voor de slotzang wordt er fysiek gecollecteerd voor de diaconie. De collecte is ditmaal bestemd voor de stichting Schuldhulpmaatje. Deze stichting is een landelijk initiatief van een groot aantal kerken in Nederland. De vrijwilligers van deze stichting bieden hulp aan mensen die te maken hebben met dreigende of inmiddels schulden. Onze diaconie werkt samen met de Veenendaalse afdeling van Schuldhulpmaatje. Voor meer informatie raadpleeg hun website. En die is te vinden op de zondagsbrief of neem contact op indien nodig met uw wijkdiaken. Een extra gift kunt u overmaken op rekening van de diaconie. En het nummer daarvan vindt u op de zondagsbrief. De vaste bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Graag bij voorkeur maandelijks overmaken. We beginnen deze dienst met het zingen van de schoolpsalm. Psalm 98, vers 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eens begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer, Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten wij opnieuw gaan zingen met elkaar een loflied voor de Heere vanuit Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is ook op deze eerste zondag van 2024 tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Psalm 108 vers 1 en 2.
Wij zullen met elkaar luisteren naar de wil van de Heere die hij bekendgemaakt heeft in zijn woord vanuit de 10 geboden en het dubbelgebod van de liefde en daarop antwoorden met Psalm 32, vers 1, 5 en 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus werd gevraagd, wat is het eerste van alle geboden? Toen antwoordde de Heer hem, het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Wij zullen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed om een zegen te vragen over deze dienst. En daarin zullen we ook voorbeden en dankzegging doen. Wij mogen dankzegging doen met zuster Van Hunnik van Eck, die na een periode van revalidatie vanwege een gebroken pols weer mocht thuiskomen. We mogen ook dankzegging doen vanwege de geboorte van Fenne Jette Marie, afgelopen woensdag. Een broertje van Moos en de eerste dochter van de trotse ouders Jelle en Aafke van de Kamp. We doen ook dankzegging met zuster Van Riesen Hartog, die de operatie waarbij een van haar nieren is verwijderd, is geslaagd. Daarnaast zullen we ook voorbeden doen voor zuster Josien Achterberg, die momenteel ook een serie kuren ondergaat. En de tweede serie kon aanvankelijk niet gestart worden, maar afgelopen week is besloten om toch de tweede serie te geven. En we zullen bidden of de Heere dat wil zegenen en kracht wil geven. We zullen ook bidden voor zuster Atella Boer-Botta, die komende dinsdag een ingreep zal ondergaan in de Bergman Kliniek, waarbij ze een nieuwe knie zal krijgen. We mogen voorbeden en ook wel dankzegging doen voor de kleine Ronald Evers, die opgenomen was in het ziekenhuis vanwege het RS-virus en het coronavirus. Het erg benauwd had, maar inmiddels gaat het goed met hem en mocht hij ook vrijdag thuiskomen. Dat is alle reden ook tot dankbaarheid. We zullen bidden ook voor zuster Johan Hazelhof, die gevallen was en ja, heel lelijk bij het fitness, maar inmiddels buiten levensgevaar is. En dat is toch wel echt een wonder ook, inmiddels ontwaakt is en goed kan communiceren. Terwijl de artsen aanvankelijk dachten dat ze er heel slecht uit zou komen. Daar zullen we voor danken en wat er eventueel verder nog aan hersenschade openbaar wordt, dat zal de tijd leren. We zullen ook bidden voor zuster Ellie van Dolderen. Haar moeder is overleden. Dat is ook de oma van Leanda en Arjan IJsma. Op 95-jarige leeftijd. Ze wordt komende donderdag begraven. We zullen bidden voor broeder Jan Budding, die opgenomen is in het ziekenhuis in Ede vanwege problemen aan zijn darmen. Dat komt niet door een lekkende darm, zoals vermoed, maar door een bacterie. Hij krijgt daar medicatie voor. We zullen ook extra voorbeden voor zuster Van de Brink Veldhuizen, die gevallen is en op haar hoge leeftijd nemen haar krachten snel af. We zullen daarvoor bidden. En we zullen ook bidden voor de kandidaatstelling van ouderlingen en diakenen in de komende maand. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Machtige God, barmhartige en liefdevolle Vader, zo komen wij op deze eerste zondag van 2024 hier samen rondom uw woord, hier in dit kerkgebouw en ook met hen die met ons verbonden mogen zijn via de livestream. Heren, om zo ook in dit nieuwe jaar die goede gewoonte uit het vorig jaar voort te kunnen zetten, om elke eerste dag van de week te beginnen met u. De dag van de opstanding van de Heere Jezus, een dag van bevrijding, een dag om u te ontmoeten en u de lof te brengen die u zo toekomt. En we mochten dat ook al doen met psalmen die uw eer bezingen, uw wonderdaden door heel de geschiedenis heen, zoals u dat elke keer hebt laten zien en we daarvan kunnen lezen en horen vanuit uw woord, maar ook, Heren, zoals we dat vanuit ons eigen leven kunnen kennen. En u weet precies hoe het er wat dat betreft voor staat bij ons. We hebben zojuist ook geluisterd naar de weg die u ons wijst in het leven vanuit de 10 geboden en de essentie daarvan, het gebod van de liefde, dat u de eerste plaats inneemt in ons leven, dat u op de troon zit in ons leven, dat onze liefde naar u uitgaat allereerst, omdat uw liefde naar ons uitgegaan is. Alleen zo kan het, en dat we vanuit die liefde voor u ook liefde mogen hebben voor onze naaste, onze medemens.
De mensen om ons heen, die op ons pad komen, dichtbij of verder weg. En heren, als we daarnaar luisterden zojuist en we leggen die geboden naast ons leven, dan moeten we eerlijk belijden dat ons leven daar niet mee overeenstemt. Dat het nog niet strookt met wat u zo graag van ons verlangt. En hoe het ook goed is om te leven, zo als u het leven bedoeld hebt. En heren, we belijden u dat vanmorgen ook eerlijk. En we bidden u of u met uw geest vernieuwend wilt werken in ons leven. Of u ons wil aanzien in uw genade. Of wij het oog gericht mogen hebben en houden op uw Zoon. Onze Heere Jezus Christus. Van wie we 2 weken terug nog de geboorte mochten vieren en gedenken. Het kerstfeest. Dat grote wonder dat u naar ons toegekomen bent. Immanuel, God met ons, omdat wij als mensen niet meer vanuit onszelf naar u toe komen. En Heere, zo komt u ook vanmorgen weer naar ons toe. U zoekt ons elke keer weer op. Zo groot is uw geduld, uw trouw. En Heere, we danken u daarvoor dat u zo bent en ook zo blijft, dat u niet verandert, dat u bent die u bent, zoals u dat zelf ook bekendgemaakt hebt. Ik ben die ik ben en ik zal er zo ook zijn, elke keer. Heere, zo komt u vanmorgen ook naar ons toe. En we bidden u of u heel dichtbij wilt komen. Als uw woord open gaat, als we daarnaar zullen luisteren vanuit de verkondiging ook, dat het onze ogen mag openen nog meer of voor het eerst voor wie u bent. En dat we ook zicht mogen hebben op onszelf en hoe nodig het is om het bij u te zoeken, elke keer weer. En dat we dat vanmorgen ook mogen doen en zo ook heel ons leven. Dat we het leven zoeken bij u, zolang het te vinden is, zolang wij genadetijd uit uw hand ontvangen. En Heere, als we zo bij elkaar gekomen zijn, dan mogen we ook bidden voor elkaar. En dan danken we u, Heere, dat onze zuster van Hunnik van Eck weer thuis mocht komen na een periode van revalidatie. Wat is het heerlijk om dat dan te mogen ontvangen. Die revalidatie die nodig was, ook dat is een geschenk, maar wat bent u goed dat u dan ook toch dat moment van thuiskomen gegeven hebt. Wilt u haar zo ook verder nabij zijn en onze dank aanvaarden? Heren, we danken u ook dat er een nieuw leven mocht komen bij Jelle en Aafke van de Kamp. Een groot wonder elke keer weer. Een dochtertje, Fenne. Heren, wilt u hen ook nabij zijn in het zorgen voor haar en ook met trotse broer Moos, dat ze alles mogen geven aan Fenne wat ze nodig heeft en dat Fenne zo mag gaan groeien. Opgroeien, bovenal ook als kind van u. Dat ze haar dat ook mogen meegeven, van jongs af aan al. Heren, dat is toch ook een kostbaar geschenk om zo jong al door u gezien te worden en apart gezet te worden. Helpt u om dat ook te gaan verstaan bij het ouder worden. We danken u ook met zuster van Riesen Hartog dat de operatie waarbij een van haar nieren werd verwijderd mocht slagen. Heren, wilt u het verdere herstel daarvan ook zegenen en geven dat het ook goed mag blijven gaan. Heren, we bidden u voor onze zuster Josien Achterberg, die een broze gezondheid heeft, die ook kuren ondergaat, chemotherapie voor de borstkanker. Heren, en waarbij de tweede serie in eerste instantie uitgesteld werd, maar afgelopen week toch, ondanks haar broze gezondheid, ingezet werd. Heren, wilt u die middelen zegenen en haar ook de kracht geven en geven dat het die uitwerking mag hebben die beoogd wordt ten goede. Heren, wilt u zo haar
heel dichtbij zijn en ook de mensen die om haar heen staan, kracht geven en moed, het oog richten op u. Heren, we bidden nu ook voor zuster Atella Boer Botta, die in de komende week geopereerd zal worden, een nieuwe knie zal ontvangen. Wilt u de handen van de artsen ook zegenen, zodat het allemaal voorspoedig mag gaan, er geen complicaties optreden en zij een goede periode van revalidatie tegemoet zal gaan. En geeft u spanning die er zal kunnen zijn, geeft u rust daarvoor. Vertrouwen op u, zoals we dat ook mochten zingen. Hoe zalig het is om op u te mogen vertrouwen. Dat ze dat ook mag kennen en ervaren. Dat u dan heel dichtbij komt. Heren, we danken u ook dat de kleine Ronald Evers weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heren, het was best spannend. Nog zo jong en dan al opgenomen worden in het ziekenhuis met twee virussen notabene. Met de benauwdheidsklachten en de onzekerheid die dat geeft. En heren, hoe kun je daar machteloos omheen staan, naar de mens gesproken. Maar daarin mochten ze zijn ouders toch ook biddend opzien tot u en ook anderen om hem heen. En heren, dan zijn we dankbaar dat hij weer thuis mocht komen. We bidden u dat het ook verder mag herstellen en dat het zo goed mag gaan. En dat u daarin ook de lof en de eer mag ontvangen die u toekomt, elke keer weer. Heren, we bidden u ook voor zuster Johan Hazelhof, die zo ongelukkig gevallen is en daarbij ook een bloeding in de hersenen opliep. Heren, met alle gevolgen die dat kan hebben, en dat is nog onduidelijk hoe precies, maar heren, het is een enorm wonder dat zij mocht ontwaken en goed kan communiceren, boven verwachting. En heren, dat is toch de zorg van u, een van uw wonderdaden. En heren, daar danken we u voor en tegelijkertijd bidden we u ook of ook verdere schade beperkt zal zijn en dat zij weer mag herstellen. Heren, wilt u zo naar haar omzien? We bidden u ook, heren, voor zuster Ellie van Dolderen en voor Leanda en Arjan IJsma, nu de moeder van Ellie en de oma van Arjan en Leanda is overleden op hoge leeftijd, maar heren, dat geeft toch een lege plaats. Wilt u nabij zijn ook als de komende week een week zal zijn die toeleeft naar de begrafenis komende donderdag en het afscheid van het aardse lichaam, maar heren, dat het ook een moment mag zijn van troost. Troost waarin u zelf spreekt en laat merken dat bij u de enige troost te vinden is die echt verder mag helpen, die echt rust mag geven en dat er zo ook ruimte mag zijn om dit verlies te dragen en verder te gaan zonder die lieve moeder en oma. Heren, we bidden u uw nabijheid, troost en sterkte toe aan hen. We bidden u ook voor onze broeder Jan Budding, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege darmproblemen. Heren, wilt u de medicatie die hij daar ontvangt voor de bacterie ook zegenen en geven dat hij snel weer thuis mag komen. We willen ook bidden voor onze hoogbejaarde zuster van de Brink Veldhuizen, van wie de krachten, zeker ook na de val, ernstig afnemen. Wilt u haar nabij zijn en rust en vertrouwen op u geven, ook in alle spanning en in de situatie waarin zij zich bevindt. En heren, wilt u zo ook de familie nabij zijn, ook in onze gemeente die om haar heen staan en hier haar in nabij willen zijn. Heren, wilt u dat geven wat nodig is. En heren, we bidden u ook voor de kandidaatstelling komende maand, als er weer gezocht zal worden naar nieuwe ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, als er namen ingediend kunnen worden en door de kerkraad ook besproken zullen worden van broeders die
geschikt geacht worden tot het ambt. Heere, geeft u dat er broeders gevonden mogen worden die geschikt geacht worden, die ook beschikbaar zijn, en dat er zo ook daarin het werk van u ondervonden mag worden. Dat u voorziet in nieuwe ambtsdragers richting een nieuwe ambtsdragersverkiezing. Heere, wilt u daarin dat geven wat nodig is, zodat onze gemeente ook die geestelijke leiding mag ontvangen die nodig is, zoals dat door alle tijden heen nodig was. Heere, mensen die tegelijkertijd ook echt mensen zijn met hun gebreken, maar die in afhankelijkheid van u en met gaven en talenten die u gegeven hebt ook dienstbaar mogen zijn aan uw koninkrijk. Ook als het gaat om de gemeente hier. Heere, dat daarin uw trouw zichtbaar mag worden, maar ook uw zorg. Dat we dat nodig hebben, iedere dag. En wilt u dat ook laten merken daarin, en ook voor al die anderen, heren, die we niet bij namen noemen, maar voor wie er ook zorgen kunnen zijn. U weet precies wat er in ons omgaat. U weet wat er speelt in ons leven. U weet wat ons kan afleiden, ook nu wij hier zitten. Wilt u onze aandacht richten op u en ons laten zien dat u de God bent die leeft en die ook de enige is bij wie we echt terecht kunnen als het gaat om houvast in het leven. Voor dit leven, maar ook met het oog op het eeuwige leven. Heere, wilt u zo met uw geest werken? Vanmorgen bij een ieder van ons en dat wegnemen wat ons kan hinderen in het luisteren en geven dat woorden die gesproken worden niet alleen via onze oren binnen mogen komen, maar ook ons hart binnen mogen komen. En dat ze daar dat geloof werken dat ons richt op u. En onze afhankelijkheid bepaalt van u. En dat we dat mogen beseffen, maar daaruit ook mogen leven en willen leven. En Heere, dat we u zo de lof en de eer en de dank mogen toebrengen in woorden, maar ook in daden en in gedachten. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zullen uit het woord van de Heere gaan lezen. Jesaja 45. En jongens en meisjes, dat is best wel een moeilijk hoofdstuk. Ik heb ook zitten nadenken hoe ik daarvan iets zou kunnen vertellen aan jullie. Waar gaat dit nou over? En misschien mag ik het dan zo zeggen. Je hebt vast wel eens een zeilboot gezien die over het water vaart. Misschien heb je zelf wel eens in een zeilboot gevaren over het water. En stel nou dat je uit die boot valt. Dat kan best wel gevaarlijk zijn. Dan val je in het water, dan moet je zwemmen, maar dat hou je niet al te lang vol. Een poosje wel, maar op een gegeven moment niet. En die boot die vaart zomaar verder als ze het niet doorhebben. En je zou kunnen zeggen dat wij mensen zijn die van de boot afgevallen zijn. Mensen die, ja, als je terugdenkt aan het begin van de Bijbel, mensen die niet meer in het paradijs leven met God en bij God, maar die buiten het paradijs leven. En hoe kom je nou terug in het paradijs? Hoe kom je weer terug in de veilige boot? Dan is er een reddingsboei of een lijn die uitgegooid wordt. En als je die lijn vasthoudt, dan kun je weer in de boot komen. En nou, in dit gedeelte wordt duidelijk dat God zegt, ik ben degene die je kan redden. Ik kan je weer binnenkrijgen in de boot. Een levenslijn, een lifeline noemen ze dat ook wel. En dat je dat mag horen vanuit de Bijbel elke keer weer. En wanneer je nou je vertrouwen stelt op God, dan wil God ervoor zorgen dat je weer terugkomt in de boot. Of nog beter eigenlijk, dat je weer terugkomt bij God. Uiteindelijk in de hemel. En dat ook was de boodschap die het volk Israël kreeg, die
eerst in het beloofde land leefden, maar uiteindelijk ook buiten dat land terechtkwamen, in ballingschap, in Babel. Maar dat de boodschap van de profeet Jesaja was, als je nou het zoekt bij God, op hem vertrouwt, dan mag je weer terugkomen. Op een hele wonderlijke manier. En daar zal het over gaan. In Jesaja 45 en straks ook in de preek. Laten we dat hoofdstuk ook lezen met elkaar. Het woord van de Heere voor vanmorgen, Jesaja 45. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand om de volken voor mij neer te werpen en de lendenen van koningen zal ontgorden, om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden. Zelf zal ik voor u uitgaan. Het oneffene zal ik rechtmaken, bronzen deuren zal ik openbreken en ijzeren grendels stukbreken. En ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat ik de Heere ben die u bij uw naam roept, de God van Israël, ter wille van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene. Riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende, opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Druip hemel van boven en laat de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen. Laten de wolken heil voortbrengen. En laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Wee hem die het tegen zijn formeerder opneemt. Een potscherf tussen aarden scherven, zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen, wat maakt u? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee hem die tegen zijn vader zegt, wat verwekt u? Of tegen diens vrouw, wat baart u? Zo zegt de Heere, de Heilige van Israël, zijn formeerder, zij hebben mij naar de toekomstige dingen gevraagd aangaande mijn kinderen. Zou u mij bevel geven aangaande het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemel uitgespannen. En aan heel zijn sterrenleger geef ik mijn bevelen. Ik heb Kores doen opstaan in gerechtigheid. En al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn ballingen vrijlaten. Zonder betaling en zonder geschenk, zegt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere, de arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cushieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. Zij zullen u navolgen. In boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen. Zij zullen u smeken en zeggen, voorzeker, God is bij u en niemand anders. Er is geen andere God. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden. Tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heere verlost. Een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden. Voor eeuwig niet, nooit. Want, zo zegt de Heere, die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat ze woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere,
die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Verzamel u, kom, treed tezamen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niet, zij die hun houten beelden ronddragen, of een God aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen, wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mijzelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren, dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij mij zal zweren. Voorzeker in de Heere zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht, tot hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. Echter, in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. Tot zover het woord van God. Zalig en ieder die dat woord hoort en ook bewaart in zijn of haar hart. Amen. Laten wij gaan zingen met elkaar uit Psalm 95, daarvan vers 2 en 4.
De tekst voor de verkondiging van morgen vormt het 22e vers uit Jesaja 45. Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. En in antwoord op de verkondiging mogen we zingen met elkaar uit Psalm 145 daarvan. Vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En wat verder volgt in Psalm 145, vers 2. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, gasten in ons midden of met ons verbonden. Persoonlijk vond ik het altijd al een beetje flauwekul. Ik deed er zelf eigenlijk nooit zo aan mee. Ik maakte het niet concreet, want waarom zou je dat eigenlijk doen? Er komt meestal toch niet zoveel van terecht. Misschien in het begin even. Een goede start is het halve werk, zeg maar. Maar dan met Blue Monday, de derde maandag in januari, dan ligt het voor de meesten al wel weer in de prullenbak. Ik heb het natuurlijk over goede voornemens. En misschien geldt voor u of voor jou wel hetzelfde. Goede voornemens, nou daar doe ik niet aan mee. En toch is het helemaal niet zo gek. Op een bepaalde manier zelfs bijbels las ik op een gegeven moment in de krant. Bij een nieuw begin neem je je voor om een aantal zaken misschien anders te doen, anders aan te pakken. Een nieuw begin, dat is een moment om verkeerde patronen te doorbreken, goede patronen vast te houden, voor te zetten. En de jaarwisseling, dat kan zo'n moment zijn. En net als bijvoorbeeld ook een verjaardag, net zo goed. Of een nieuwe baan, of als je in een nieuwe klas terechtkomt, dat je denkt vanaf nu ga ik een aantal dingen anders doen. Allemaal momenten waarop je te maken hebt met goede voornemens. En nou zijn we hier vanmorgen samengekomen op de eerste zondag van 2024, de eerste na de jaarwisseling. En nou dringt onze tekst ons vanmorgen ook tot zo'n goed voornemen. Wend u tot mij, word behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Daar klinkt een bepaalde klem in door, een urgentie, een noodzaak ook. Gemeente, mag je goede voornemen voor 2024 zijn elke dag gehoor te geven aan deze uitnodiging. Ook al begin je daar misschien dan pas vandaag mee. En als dat voornemen er bij u of bij jou niet is, laat het dan tijdens de verkondiging geboren mogen worden. Het thema voor vanmorgen is een indringende uitnodiging. We letten allereerst op haar adres, vervolgens op haar inhoud en als derde ook op haar grond. Een indringende uitnodiging, allereerst haar adres. En gemeente, laten we dan eerst teruggaan naar de Joodse ballingen in Babel, aan wie deze woorden gericht zijn in eerste instantie. Zoals Psalm 137 dat zingt, aan de rivieren van Babel, daar zaten zij. Ook weenden zij als zij aan Sion dachten, aan Jeruzalem, de plaats waar ze thuis hoorden te zijn. Want ze waren in Babel terechtgekomen als gevolg van het oordeel van de Heere. En de Heere had het eeuwen daarvoor al aangekondigd. Je kunt dat bijvoorbeeld lezen in Deuteronomium 32. De Heere had heel veel profeten gezonden, elke keer weer opnieuw, die het volk elke keer weer opriepen tot bekering, tot een terugkeer tot God. Maar uiteindelijk was Gods oordeel gekomen. Koning Nebukadnezar was vanuit Babel gekomen en hij had Jeruzalem veroverd en het volk in ballingschap weggevoerd. Maar daarmee had God zijn volk niet vergeten. God had naar zijn volk omgezien. Hij beloofde verlossing en we lazen er iets van ook in hoofdstuk 45. Hij beloofde een terugkeer, herstel op een hele wonderlijke manier. Want
dat zou hij bewerken, nota bene, via een heidense koning, Kores. Als je het slot van hoofdstuk 44 leest, vers 28, zo zegt de Heere die over Kores zegt, hij is mijn herder en hij zal al mijn welbehagen volbrengen. Door tegen Jeruzalem te zeggen, wordt gebouwd en tegen de tempel wordt gegrondvest. Een heidense koning, notabene, die door de Heere aangeduid wordt als mijn herder, mijn gezalfde in hoofdstuk 45. Titels die verbonden waren met het huis van David en het geslacht van David. En uiteindelijk betrekking ook ten diepste op de Heere Jezus hadden. Maar hier worden ze verbonden aan die heidense koning Kores. En dat de Heere dan zegt vervolgens tegen hen die teruggekeerd zijn, dat hij ze oproept daarvan te getuigen. In vers 21 van hoofdstuk 45. Maak het bekend en breng naar voren. Ja, beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dit van toen af bekend gemaakt? Buiten mij is er geen God. Een rechtvaardige God, een heiland. Er is niemand behalve ik. En God maakt duidelijk, ik regeer. Op alle mogelijke manieren, met licht en ook met duisternis. Met vrede en als het nodig is, ook met onheil. Vers 7 van hoofdstuk 45, maar wel uiteindelijk met het oog op het goede. God regeert. Niet een koning zoals Nebukadnezar, die probeerde het volk Israël van de aardbodem weg te vagen, te laten verdwijnen. Want daarom had hij het volk meegenomen vanuit Jeruzalem en vanuit Juda, zodat dat volk zou verdwijnen. Zodat het in zijn wereldrijk opgenomen zou worden. Dat volk deel zou gaan uitmaken van zijn volk. Maar de Heere zorgde ervoor dat te midden van dat volk en in de ballingschap het volk zijn eigen identiteit behield. En daarmee werd het ook het plan van de Satan verijdeld. Want ook hij probeerde, zoals hij dat elke keer weer doet, het volk van God van de aardbodem te laten verdwijnen. Zodat Christus niet geboren zou kunnen worden. Maar God regeert. En zo blijkt dat mensen en de duivel allerlei plannen kunnen bedenken, maar dat uiteindelijk God degene is die regeert. En hij bracht bevrijding, terugkeer, herstel, zodat ook eens, en we hebben het mogen vieren, de Heer Jezus geboren kon worden. En dan volgt die hele indringende uitnodiging in vers 22, ons tekstvers. Wend u tot mij, wordt behouden. En het adres van die woorden, alle einden der aarde. En dat, jongens en meisjes, dat is natuurlijk beeldspraak, alle einden der aarde. Want de aarde heeft toch helemaal geen einde? De aarde is rond. Dus stel dat je over het water zou kunnen lopen en je zou gaan wandelen over de aarde en je zou die kant op lopen, al maar door, ook over het water heen, dan kom je uiteindelijk weer van die kant hier aan. Want de aarde is rond. De aarde heeft helemaal niet een einde. Maar in de tijd waarin Jesaja sprak, dachten de mensen dat nog wel. Dachten ze dat de aarde een soort platte schijf was en dat er ergens dus een eind zat. En Jesaja gebruikt dat beeld tot de einden van de aarde om dus duidelijk te maken dat het overal bekendgemaakt moet worden. Op heel de aarde. En dat daar in die tijd in eerste instantie werd gedacht aan, nou ja, de bekende wereld, dat doet aan de strekking van die uitspraak niets af. Die indringende uitnodiging, wend u tot mij, wordt behouden, die moet wereldwijd
verkondigd worden. Dat is trouwens best wel een schokkende wending, gemeente, voor het volk Israël geweest. Want de verwachtingen van Israël waren vooral betrokken op zichzelf. Zij waren het volk van God. Andere volken gold dat niet voor. Geen enkel ander volk. Zij waren het volk van God. De Heere had hen apart gezet. De Heere had het zelf gezegd in Deuteronomium 7, vers 6 bijvoorbeeld. Waar God zegt, want u, en dat spreekt hij dan tegen Israël, want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere heeft u uitgekozen. Uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. En nu strekt de Heere opeens zijn handen uit tot alle einden van de aarde. Daarmee gaat die uitnodiging uit naar ook naar alle niet-Joden. En naar allen die beelden aanbidden van hout en van steen. Zoals dat naar voren kwam in vers 20. Maar zo'n God kan toch helemaal niet verlossen. Ja, maar dat zal ze wel verteld moeten worden. Want vers 20b zegt het. Zij weten niet, zij die hun houten beelden ronddragen of een God aanbidden die niet verlossen kan. En die waren er ook onder het volk Israël. Ze waren immers niet voor niets in ballingschap gevoerd. Trouwens, zijn die er onder ons ook niet. Want bij houten beelden mag je gerust ook denken aan van alles waar je je vertrouwen op kunt stellen naast God of in plaats van God. En dat kan van alles zijn. Niet meer, denk ik, zoals in die tijd zozeer beelden van hout of van steen, dat we ons daarvoor neerknielen. Sommige plaatsen in de wereld nog wel, maar hier zal dat wel meevallen. Maar je kunt je vertrouwen wel op van alles en nog wat stellen. Misschien is het wel je geld. Of een loterij wordt er rond de jaarwisseling, en ik hoorde het vanmorgen ook nog op de radio, niet op allerlei manieren aandacht gevraagd voor loterijen en dat je daar een beetje door geprikkeld wordt. Er zijn genoeg mensen die daar hun geld aan uitgeven in de hoop dat ze winnen en dat ze zich nooit meer ergens zorgen over hoeven te maken. Althans, dat denken ze. Maar de God van het geld kan je niet verlossen. Wat heb je nou aan al je geld als je doodziek wordt? Of wanneer je dierbaren aan de dood kwijtraakt? En dat geldt al helemaal als we het betrekken op het geestelijke leven. Wat heb je nou aan al je geld of aan al je bezit? Of wat dan ook als je voor Gods troon verschijnt en verantwoording moet afleggen voor je leven. En zo zijn er allerlei goden in deze wereld. Maar alleen de Heere is een levende God die echt verlossen kan. En dat heeft hij laten zien door Kores, zijn gezalfde. Een heidense koning, maar via die wonderlijke weg laat hij zien dat hij God is. Zo bevrijdde hij zijn volk Israël, ook al waren er ook die in Babel achterbleven. En dat de Heere de enige levende God is die werkelijk kan bevrijden, dat heeft hij vooral laten zien toch in Jezus Christus. Want in Christus bevrijdde hij zijn volk Israël geestelijk gezien. En ook daarin zijn er die achtergebleven zijn. Zij die de wereld meer lief hadden dan hun God. En die zijn er vandaag ook nog velen in de kerk. Ook onder ons kunnen er zijn die de wereld meer lief hebben dan God. En tot al die mensen
binnen en buiten de kerk gaat de indringende uitnodiging uit. Wend u tot mij. Word behouden. Die genadeboodschap die moet overal klinken. Die roepstem gaat uit over heel de aarde. Ook in zending, in evangelisatie. En de noodzaak daartoe, ook voor ons als gemeente, die ligt eveneens opgesloten in ons tekstvers. En het is niet verkeerd om ook daar aandacht aan te schenken. Trouwens, in 2024, zending en evangelisatie. Die uitnodiging klinkt nog. Ook in deze eerste zondagse eredienst van 2024. De indringende uitnodiging klinkt niet alleen via zending en via evangelisatie, maar ook hier, iedere zondag weer. Wend u tot mij, word behouden. Of zoals Paulus dat later schrijft in 2 Korinthe 5. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. En dat komt tot iedere kerkganger. Er komt geen moment waarop je als kind van God kunt zeggen en vanaf nu kan ik het wel zelf. Nee, elk mens heeft bij voortduur Gods genade nodig. Een lifeline, die verbinding met God. En zo komt de Heere naar je toe. Elke keer weer. En gemeente, laat dat niet zien hoezeer de Heere zich naar ons uitstrekt. Naar u, naar jou. Hij doet er alles aan. Wat kan hij nog meer doen? En de vraag is veel meer. Hebben wij er al gehoor aan gegeven? Ja, misschien protesteer je dan een klein beetje. Er gehoor aan gegeven? Maar hoe dan? Dat is toch iets wat God moet doen? Kan een mens nou zichzelf bekeren? Kan een mens zich wedergeboren doen worden? En zeker, dat is waar. Dat is Gods werk. Maar moet je dan maar passief afwachten? Nee, niet afwachten, maar verwachten. Met verlangen. Niet passief, maar actief. Zoekend, biddend, richt je tot de Heere zelf. En jongens en meisjes, de Bijbel is er ook duidelijk genoeg over. In Spreuken 8 bijvoorbeeld, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Of iets verder in Jesaja hoofdstuk 45, vers 6. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Dat brengt ons bij het tweede. De inhoud van die indringende uitnodiging. Want is het je trouwens opgevallen dat de Heere richting zijn tegenstanders niet met een veroordeling komt, maar met een uitnodiging? Is dat niet wonderlijk? Jullie weten niets, zegt hij in vers 20. Maar je hebt mij wel nodig. Wend u tot mij. Word behouden. Bij de Heere is behoud te vinden. Maar dat vraagt wel om persoonlijke toewending. Wend u tot mij, zegt de Heere. Dat is trouwens niet nieuw. Het volk wist dat natuurlijk al. In Leviticus 19 bijvoorbeeld had God zelf gezegd, u mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. En toch zou het volk precies dat doen wat de Heere verboden had. En de Heere wist dat. Want hij kent het volk, door en door. En gemeente, zo kent hij ons ook. Wij zijn net zulke mensen. Wij dwalen ook zo gemakkelijk bij de Heere vandaan. Zoals de Heere dat ook al voorzegd had in Deuteronomium
31 bijvoorbeeld. Vers 18. Waar de Heere zegt: ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het volk gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. En even verder in vers 20, want ik zal dit volk brengen in het land dat ik mijn vaderen onder ede beloofd heb, een land dat overvloeit van melk en honing, en het zal eten en verzadigd en vet worden. En dan zal het zich tot andere goden wenden en hen dienen. En ze zullen mij verwerpen en mijn verbond verbreken. En dat laat zien hoe het vaak gaat bij ons. De Heere geeft het goede, de Heere geeft zegen. En als mensen komen we dan zomaar op een punt dat we denken dat we het ook wel zonder God kunnen. En het is zichtbaar geworden bij het volk Israël. Zo is het gebeurd. En God heeft zich verborgen en het volk werd in ballingschap gevoerd. Maar God liet zijn volk niet los. Want hij wil het uiteindelijk terug. En daarom klinkt zijn indringende uitnodiging: wend u tot mij. Word behouden. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kun je daar nou gehoor aan geven? Door af te zien van jezelf en op te zien tot hem. Met verwachting, met geloofsogen. Zoals de Heer Jezus zelf het beeld gebruikt in het gesprek in de nacht dat hij voerde met Nicodemus. Johannes 3, het beeld van het volk dat in de woestijn is, gebeten door slangen en moest opzien naar de koperen slang op de staak, op de stok. Het volk was toen onderweg vanuit Egypte naar het beloofde land. En ze trokken door de woestijn, maar ze kregen te maken met een oordeel van God door hun ongeloof. Ze vertrouwden niet op God, ze verzetten zich. En toen kwamen er giftige slangen en ze werden gebeten door die slang. En wie gebeten werd, die ging dood. En toen, vanuit de nood, wendde het volk zich tot Mozes en ze beleden hun schuld met de vraag of Mozes dan tot God wilde bidden om die slangen weg te nemen. En dat deed Mozes. En Mozes moest van de Heere een koperen slang maken op een stok. En iedereen die naar die slang zou kijken, die zou genezen zijn. En zo gebeurde het ook. Maar let dan wel op wat er gebeurt. In een aantal stappen. Het begint met het besef dat je gebeten bent door die slang. Dat je beseft, ik ben doodziek. Vervolgens ook het besef van de gevolgen. Als er niks gebeurt, dan maakt dat gif dat ik eraan dood ga. En vervolgens is er het evangelie. Genezing van de dood, wanneer je naar die slang kijkt, op die stok. En als vierde, met geloofsogen kijken naar die slang, vertrouwend op het woord van de Heere, en dan komt die genezing. En dat is het. Wend u tot mij, zegt de Heere, word behouden. Dat vraagt geloof en bekering. Daarvoor moet een mens wedergeboren worden. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Het een kan niet zonder het ander. Je kunt geen geloof hebben zonder bekering. Maar ook geen echte bekering zonder geloof. Waar het een is, daar is ook het ander. Het zien gaat dus samen met het besef wie je bent als zondaar. En van daaruit het uitzien en verwachten van de Heere. Broeders en zusters, jongelui, ik las het voorbeeld van een Nigeriaanse jongen, ongeveer 14 jaar oud, ergens in de bush. En hij was daar helemaal alleen en toen werd hij gebeten door een slang, een giftige slang. En hij wist direct wat voor slang het was, want hij kende die slang
en dat hij daaraan zou sterven. En hij kon nog net die slang met een stok doodslaan. En toen nam hij die slang mee en hij rende heel hard naar de zendingspost. Want hij wist dat er bij die zendingspost een antigif aanwezig was. En toen hij daar aankwam, kon hij nog net duidelijk maken dat hij door die slang gebeten was, voordat hij buiten bewustzijn raakte. Maar de boodschap was duidelijk. En hij kreeg het antigif toegediend en na een paar dagen liep hij weer vrolijk rond. En je ziet bij die jongen ook eerst dat besef van de ernst. Het gif van de slang, dat zal hem doden. Maar tegelijkertijd is er het besef en het geloof dat er bij die zendingspost genezing te ontvangen is. En reken maar dat hij hard gerend heeft om daar te komen. En zo mag je het ook geestelijk vertalen. Het begint met het besef gebeten te zijn door de slang, door de duivel. En het gif van de zonde dat er vroeg of laat voor zorgt dat je sterft. Maar er is een antigif, een medicijn. Wend u tot mij, zegt de Heere. Word behouden. Bij de Heere is redding en genezing te vinden. Wend u tot mij. Je zou kunnen zeggen dat daar drie werkwoorden naar ons toe komen. Afkeren, toewenden en verwachten. Afkeren, toewenden en verwachten. Ken je daar iets van in je leven? Een afkeren van de zonde en alle pogingen om het toch met jezelf maar te redden. En je vervolgens toewenden tot de Heere. Nergens anders heen, alleen tot de Heere. En tenslotte het van hem verwachten. Dus niet afwachten, maar verwachten. Met geloofsogen zien op Christus. Zeker weten dat hij je kan redden. En gemeente, mag ik er dan op wijzen dat er staat, wend u tot mij, word behouden, zonder en ertussen. Het een is dus onlosmakelijk verbonden met het ander. In het een komt het ander mee. En tegelijk is het voluit genade. Word behouden. Dat gebeurt aan je. Daar kun je zelf niets aan bijdragen. Daar is niets van jezelf bij, maar het hoeft ook niet. Zie maar met geloofsogen en lege handen op tot hem, de gekruisigde Christus. Dan wil hij met zijn licht in je duisternis schijnen. En tegelijk is die indringende uitnodiging ook een waarschuwing. Want wie er geen gehoor aan geeft, die blijft dus in de zonde liggen. En het gif zal uiteindelijk tot je dood leiden. Hoe lang blijf je je nog tegen hem verzetten? Nu is het echter de tijd van Gods genade. Wacht toch niet langer. Stel het niet uit. Je weet nooit wanneer de Heer je zal roepen. En kun je dan voor hem verschijnen? Hoor wat de Heer zegt in vers 24. Maar zij zullen beschaamd worden allen die tegen hem, de Heer, in woede ontstoken zijn. Wacht niet langer. Kom, wend je tot hem, word behouden. En dat brengt ons als laatste nog bij de grond voor die indringende uitnodiging. De grond voor die indringende uitnodiging, maar ook ruimhartige uitnodiging van de Heere, is gelegen in wie hij is. Er staat immers, want. En dat is een redengevend signaalwoord. Wend u tot mij, word behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Dat hij dat erbij moet zeggen, dat geeft al aan hoe ernstig de situatie is.
Alle stervelingen zijn van God afgedwaald, van de ware God. Hij is de Heere, de God van licht en duisternis. Hij is de schepper van de hemel en de aarde, maar ook de bestuurder van de wereldgeschiedenis. Hij heeft alle dingen in zijn hand. De grond en garantie voor zijn indringende uitnodiging ligt in wie hij is, in zijn trouw. Met die indringende uitnodiging kan behoud verzekerd worden. Omdat dat behoud door God de Heere gereed gemaakt is. Hij is immers de Heere die het zegt. Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Gemeente, hij maakt zich hierin bekend met die heerlijke naam. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. De God van het verbond. En dat geeft natuurlijk de onderlinge verbondenheid weer. Hij is hun God en het volk is zijn volk. Maar meer nog komt daarin zijn trouw aan het verbond naar voren. Het volk breekt weliswaar het verbond, maar de Heere is trouw. En hij maakt een weg tot behoud gereed. Zijn gezalfde, dan met een hoofdletter, is de weg. Christus. In hem gaf God een middelaar tot behoud van zijn volk. Hij hing verhoogd aan een kruis. Zoals die koperen slang ook verhoogd hing. En wie opziet tot hem, mag behoud vinden. En precies daarin, broeders en zusters, jongelui, ligt het verschil ten opzichte van welke andere godsdienst of levensbeschouwing ook. Dat is ook, de Heere is een unieke God, de enige God. Precies zoals de geloofsbelijdenis van het Joodse volk, het Shema, ook klinkt. En we hoorden dat vanuit Marcus zelfs, uit de mond van de Heere Jezus. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Of de Heere is de enige God. Alleen Hij is een God vol van liefde. Tegelijkertijd ook vol recht. Zijn liefde kan niet aan het handhaven van zijn recht voorbij gaan. En omgekeerd kan het handhaven van zijn recht ook niet aan zijn liefde voorbij gaan. Dat maakt de weg tot behoud in Jezus Christus zo uniek. Vol liefde en vol recht. Zo vol van genade ook, want wanneer je als mens teruggeworpen wordt op jezelf, zou het niet goed komen. Dat vergif van de zonde, dat kun je alleen kwijtraken door de ander. Met een hoofdletter. Alleen de Heere kan dat in je leven bewerkstelligen. Zoek het daarom bij hem. Want dat kan ook. Hij kreeg in vers 15 notabene het verwijt dat hij een God is die zich verborgen houdt. Maar zo is het niet, zegt de Heere in vers 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij te vergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Ja, dat is anders dan die houten afgodsbeelden die door mensenhanden zijn gemaakt. Die zie je wel, maar ze kunnen helemaal niets. En de Heer is dan misschien niet zichtbaar met het blote oog, maar hij laat wel van zich horen, in woorden en in daden. Zoek het daarom bij hem. Hij wil zich laten vinden. Laat die uitnodiging daarom tot je hart gaan. Je hart ingaan. Die uitnodiging komt voort uit Gods hart. Uit zijn hart gunnend en trekkend. Je gaat niet tegen zijn wil in als je hem voortdurend aanroept. Denk maar aan Jacob. Die 's nachts bij Pniel met God streed en zei,
Ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En geeft Gods woord er ergens aanleiding toe te denken dat hij wel nodigt, maar niet wil behouden? Het is een rijke, maar ook indringende uitnodiging, gemeente. Wend u tot mij. Word behouden. Alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand anders. Alleen bij hem is er eeuwig behoud. Anders niet. Wend u tot mij. Laat het bij voortduur je goede voornemen zijn voor 2024. Om daar iedere dag opnieuw gehoor aan te geven. Amen. Laten we de Heere danken. Ja, Heere, zo komen wij tot U, de levende God, de enige ware God. En we danken U dat U allereerst naar ons toe kwam. Dat U het zelf bent die ons opzoekt elke keer weer opnieuw. Dat U kwam met die nodiging, indringend maar liefdevol. Wend U tot mij. Word behouden. En dat we daarna mochten luisteren, Heere, en geeft U ook dat dat ook het gevolg mag zijn in ons leven. Dat we ons daadwerkelijk tot U wenden. Iedere dag mogen leven in afhankelijkheid van U. En dan mogen ontdekken wat een volheid en heerlijkheid en vreugde het leven met U geeft. En Heere, er zijn er ook velen die dat zo mogen kennen. En daarvan mogen getuigen. En Heere, ook dat is nodig. Elke keer weer opnieuw. En dan wordt er wel gesproken over zending en evangelisatie. En dan denken we misschien gemakkelijk dat dat ver weg is, maar is dat ook niet heel dichtbij gekomen? Zijn wij hier in Nederland ook niet zendingsterrein geworden? Heere, wilt U ons daarvoor ook toerusten en vullen met Uw geest elke keer weer opnieuw? We bidden U ook voor de inzameling van de gaven zo dadelijk en vooral ook het werk van Schuldhulpmaatje, waar ondersteuning wordt geboden in nood die er is of dreigt te komen financieel. Heren, en zeker in onze tijd kennen we wel veel welvaart, maar tegelijkertijd zit er ook veel verborgen nood. En we komen daar niet zo gemakkelijk mee naar buiten, maar het is er wel, Heren. En daarom is het zo goed dat er ook instanties zijn zoals Schuldhulpmaatje die daarin kunnen helpen.
om de boel, om orde op zaken te stellen. Heren, wilt u dat zegenen en zo ook de inzameling van onze gaven daarvoor gebruiken en zegenen. Wilt u ons verder ook nabij zijn, het verdere van deze zondag, een gezegende dag geven tot eer van u, maar ook voor elkaar. En dat we zo vanmiddag opnieuw mogen samenkomen rondom uw woord. Hoort u zo ons gebed, uit genade om Christus wil. Amen. Er is nu de gelegenheid om de Here te dienen met je gaven. De Here zegene u en jou in wat je aan hem geeft. En daarna zullen wij nog zingen het zevende vers van vers 2 van Psalm 2. Ontvang nog met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.